Nou, je hebt het super goed gedaan en we zijn super trots. Jongen, zilver past veel beter bij je outfit. Nou, wat doe je als je net gelopen hebt? Het blijkt dus eentje van de mannen te zijn. Dus deze medaille is van die. Dit is Eva Hovenkamp taking over de vlog van Zusjes de Witte. We zitten hier in het stadion, nog steeds in Bydgoszcz. Lau moet zo lopen. Het is iets over 5:30 nu. Dus nog 3 kwartiertjes tot Lau moet. Ik was net even langs. Succes wensen. Ik voelde een beetje de zenuwen, maar volgens mij is het wel goed. Dus we hebben hier de harde kern. Hey. Zitten bij de 100 meter. Nou ja, en meestal ga je daar ongeveer dood, dus kom op Lau, je kan het. Ik zit te wachten, Laura moet bijna. Het is Laura, hey Laura. Andere Laura. Niet zeker. Nielsen in lane 6, Laura de Wit. Eva heeft sowieso de haar gedaan. Marije, oh. Well, it's Muller who's starting very quickly, and so too is Sananes. Muller in lane 3, Sananes out in lane 8. Lavi Nielsen also running well at this stage. Latiseva Kudare not showing very much at the moment. Muller's almost up on her shoulder, but it's Sananes who's running well. Well, 250 meter mark, and it is Sananes who's got the slight lead. Nielsen coming through on the inside. Muller running an extraordinary first 300 meters, but now Latiseva Kudare coming back at her, clawing back the advantage, heading to the front and storming home the Latvian. Well, the delighted Latvian crossing the line, confirmation of the results. Nou, je hebt het super goed gedaan en we zijn super trots op je. We zijn trots op je. Hoi. Je vakt het goed. Ik moet gewoon huilen nu. Ga je lekker huilen. Dank je wel. Doe ik al. Dit moet je niet op de vlog zetten, nee. Joh. Ja? Maar waar? Welk stuk? De grappel naar 300 en dan laatste 100 aangekomen. Op het moment dat je wilde versnellen, dat stuk stond er gewoon tegen. Ja. Gewoon brons. Ah. Oh, jezus. Oh, man. Ik kan nog steeds niet geloven, jongens. Ik weet niet wat hier gebeurde. Maar, wat van de derde. So, the bronze medalist representing the Netherlands, Laura de Wit. Getting the medal and the flowers from Irina Shevinska. So the medalists in the women's 400 meters. What the fuck, man? I have a medal on my neck. It's not even niks, man. Holy shit. Ik dacht alleen maar, Lau, niet huilen. Niet gaan janken, dat slaat nergens op. Niet gaan huilen, niet huilen. Zo. Nou, even serieus. Ik moest pas echt huilen toen ik haar tegenkwam. Oh, mijn god. Oh, jezus, man. Ik schoot helemaal vol.
Bang, dit zo vind ik best wel leuk, hè. Bang, bang, Laude heeft beroemd goud. Bang, bang. Ik ga dus zo slapen, want ik heb morgen finale. En ik moet natuurlijk net zo hard lopen als Laura eigenlijk. Of harder. Want anders kan het natuurlijk niet. Ik kan het natuurlijk niet veroorloven. En ik moet ook een medaille halen. Dus ja, ik denk dat het iets ander niveau is dan wat Laura heeft. Maar dat geeft niet. Gezelfde instelling gaan we erin. Dus ik ga slapen en ik zie jullie morgen. Shout-out naar Bo Ootjes. Van de blok. Young Bo. Hoezo naar Bo? Nou, Bo is van liggen, toch? Ja, ik heb Bo wel gemist, moet ik zeggen. Deze week. Sven, ga nooit meer een week weg. Met Laura en jezelf. En dat Ilse dan ergens anders zit. Want ik kan nu echt... Ik heb nu al zoveel mensen in mijn leven gemist. Ja, ik ben met mijn mond gaan bewegen. Want het was zo raar. Als het geluid vandaan komen, niet niks verwacht. Ja. Snap je? Ja. Dus... Nou, wat doe je als je net gelopen hebt? Dan ga je vreten. Toch, jongens? Hey. Gaan we lekker eten nu. Daarna worden ze lief. Ik zou even een plant halen. Lekker ijsje halen, jongens. Ik wil 18 bolletjes. Hallo. Lekker ijsje halen. Ta! En dan word je wakker. En dan ligt dit naast je bed. En dan denk je ineens... Oh. Jongens, ik ben gewoon derde geworden. Ja, ik heb gisteren eigenlijk niet echt veel gevlogd, want ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest zeggen. Hoe raar dat ook klinkt. Heel erg blij. En heel veel mensen zeggen, ja, maar je ging toch voor medaille, waarom ben je dan zo verbaasd? Maar natuurlijk ga je voor je medaille, maar het moment dat het ook echt lukt, dan denk je wel van, wow, wacht even. Ik ging natuurlijk al zesde in. En dan word je derde, dus dat is wel leuk. Zometeen gaan we taart eten. Gaan we een medaille vieren en ook die van Nadine, die heeft goud gehaald. Echt super goed. Wacht, ik maak even een close-up van het dingetje. Hey, boep, 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 boep. Voor een nieuwe vlog. Ja, als je dat wilt. Ja. Heb je nog nooit gezien? Wachten, wanneer gaat Sven crashen? Ja, we zijn natuurlijk aan het vloggen, maar het is allemaal, normaal gesproken gaat het altijd alles mis. Ik weet nog heel goed dat ze voor het eerst op trainingsstage was en toen, ja, dat is zo'n fashion meisje natuurlijk, zo, stond ze zo met de bril, zo ging ze op het balkon staan zo en toen, het zwembad, die bril naar beneden. Nou, goedemorgen. Het is ondertussen al middag, dus het is geen goedemorgen meer. Nee. Maar wij gaan nu uit het hotel richting de baan. En dat wordt nog leuk. Het is volgens mij allemaal... Jij pasje? Ja. Allemaal gedoe met parkeren en zo, dus we gaan maar op tijd. Dus ik ben eigenlijk veel te vroeg, maar ik kan beter daar even wachten. Dan hier en dan te laat komen. Dus we gaan even uitchecken naar de auto. Hallo. Hallo. En? Top vorm? Tuurlijk. Sauna aanmoedigen. Hallo, hij is Sauna. Ah, daar is Lisanne. Kom op, Lisanne. Doei. Klaar. Het was gisteren Laura de Witte die het brons pakte tijdens het EK onder 23. Hier dus niet aanwezig vandaag, wel in baan 3 Lisanne de Witte. Het is Medea Cavour die snel naar voren komt, evenals Lisanne de Witte. En gebruik die klappers, dames en heren. Laat u horen, nog minder dan 200 meter te gaan in deze finale 400 meter. Wie gaat hier de titel pakken? Wordt het Lisanne de Witte? Wordt het Medea Cavour? Het is nu Medea Cavour aan de leiding. Of wordt het toch Lisanne de Witte? Laat u horen. Wie wordt hier de nieuwe Nederlandse kampioen? 400 meter Nederlandse kampioen. Lisanne de Witte. Space at fourth position.
Hallo allemaal. Hallo. Hi. Maar ik heb gewonnen. Ja, ik heb geluk gewonnen. Het was best wel zwaar, eigenlijk. Het was best wel spannend en heel zwaar. Ik had het een beetje onderschat, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik ben blij dat ik toch nog heb kunnen winnen. Want het was niet makkelijk vandaag. Ik ging flink versuren. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb gewonnen. Dus ja, we zijn hier. Zo leuk. Wie daar is. Ik ken ze echt niet. Daar staat de nummer 2 van Nederland. Oh, ze is weg. Tweede atletiek, Tessa van Scharen. Hoi, Maria. En nog even bij elkaar dat ene grote podium er bovenop. Het staat Simon Drent en nu even. Hallo. Deze is van Bob. Denk ik. Dus ik denk dat ze die nog hebben. Lekker maar. Je oog. Oh. Vorig jaar 6 en nu pak je zilver. Ik dacht, oh, leuke medaille, yay. Wordt net gebeld door Medea, blijkt het dus de eentje van de mannen te zijn. Dus deze medaille is van Lee. Van Lee Marvin. Ze hebben gewisseld. After party it is! Hij was een beetje moe, maar... Ik ben kapot, jongens, maar ik moet gewoon even mijn medaille vieren. Ja. Mijn medaille. Medaille. Ik zeg altijd medaille, maar het is dus medaille. Het klinkt gewoon niet. Goedemorgen, het is 6:30. En we gaan naar huis toe. Alleen het is wel oneerlijk dat we nu al in de bus moeten. Zo, we zijn weer op de baan. Weer terug naar het weekend, gaan we gewoon lekker verder. Net een beetje losgewerkt en... oefeningetjes gedaan en nu ga ik een beetje krachtoefeningen doen en sprongetjes. Vanmiddag ga ik Laura ophalen. En Sven, trouwens. Iedereen is al weg. Eigenlijk vind ik het juist leuk. De medaille winnaar wordt lekker thuis laten wachten, hè? Ja, maar. Ik heb zijn gehaald. Oh. Nee, ze hebben kijk wie ze zijn. Oh, nee, Tam. Het is eigenlijk wel een mooi verhaal. Het is eigenlijk een heel mooi verhaal. Ik stond boven te kijken. Ik denk, toen liet ik misschien een traantje. Misschien. Toen zeiden die gasten, ga naar beneden. Oh. Nou, ik zeg, ik moet wel aan mijn image denken. Wacht even, en dan ga ik naar beneden. Ben je nou, ben je er weer? Hè? Bent er weer? Ik ben weer in Nederland, super raar. Zo leuk. Het ging echt super snel de laatste dagen. Ja? Ja, want dit duurde het, omdat we natuurlijk een dag later moesten beginnen, het duurde het ineens vet lang, want we waren het maandag. Ja, precies. Vrijdag. Ja, ik dacht, nou, wat gaan we nu doen? En dan ben je klaar en dan heb je nog één dag en dat gaat ook super snel en dan ga je weer naar huis. Ja, maar nu ben je er weer. En nu gaan we weer samen trainen. Ja, dat is nodig. Ja, dat is wel waar. Nou, Lau, laat die medailles zien. Oké, okay, zeker. Oh, dit is weer dat momentje toch? Moet weer dat geluidje anders. Ja, ik heb wel een goede gekregen. Jij wel. Zou wat zijn dat ik nu mannen... even wisselen. Ja, even weer terug. Nou, dat is toch wel tof hoor. Nou, ze is weer thuis. Ik ben weer thuis, jongens. Ja, dus dat is ook maar gelijk het einde van onze vlog, denk ik. We hebben niks samen gevlogd, superleuk. Ja, inderdaad. Alles was wel apart dit keer. Ja. Want ik wilde eigenlijk... ik was dus iets te laat met ophalen, maar eigenlijk was mijn plan om een spandoek te maken en dan op het spandoek te schrijven... Godverdomme, heb je nog steeds geen WK-limiet gedaan? Ja, want of weet je... Van, jongen, zilver past veel beter bij je outfit. Ja, maar dat was ook wat ik zelf dacht. Dat ik dacht, godverdomme, zilver is wel echt... En ik had er ook gewoon kunnen pakken, godverdomme. Ja, dat is zeker. Maar, over dat WK-limiet, ja. Vrijdag dacht ik, oh joh, boeien, 52,15, morgen ga ik toch harder. Ja.
Maar er stond zo fucking veel wind dat het gewoon niet kon. Nee. Het is nu denk ik ook elke keer 500ste. En ik heb mijn reactie gezien. Toen dacht ik, mijn reactie... Al was alleen mijn reactie al maar beter geweest, dan had ik waarschijnlijk al... Dat is al, zo stom, want dat inderdaad, dat is dat scheelt toch wel. Ja, dat is echt jammer. Dus ik heb nog één kans. Maar dit was het voor deze week. Het was natuurlijk een hele leuke week voor Laura. Zo. Wat een week, jongens. Ja, maar dat heb je vast al wel een beetje gevoeld. Het vloog voorbij als een mal ook. Ja. Ineens ben ik weer thuis. Gaat echt snel, maar het was een week om nooit meer te vergeten. Nee, heel goed. Ja, en ik had ook een superleuk weekend. Ja. Nou ja, hallo. Nee, het was wel leuk. Ik, laat maar even weten wat je van die medaille vindt. Mm-hmm. En die van mij. Die heb ik volgens mij ook wel. Welke vinden jullie mooier? Ja, precies. Ja, die van jou is wel goud. Mijn is goud, jouw is brons.